eerste drie ritten op de 5 kilometer zijn geweest en de eerste klap door de Noorse concurrentie is uitgedeeld. Want Hilbert, mag ik het zeggen, Stoerli heeft Sandstra al naar huis gereden? Nou, op papier inderdaad, maar Sandstra is er natuurlijk nog steeds wel. En ja, god, het is jammer dat hij niet inderdaad niet echt heeft kunnen laten zien wat hij misschien wel in zich heeft. Maar ja, ik denk niet dat we direct moeten zeggen van wie is afgegaan. Ik vind het altijd mensen die 100% hun best doen, die gaan in mijn ogen niet af. Nee, Thomas, Zandstra komt ongeveer kleine 5 seconden boven zijn persoonlijk record uit. Dat was voor jou even schrikken geblazen, hè? Ja, vooral dat laatste rondje, 33-3, dat viel me toch wel tegen eigenlijk. Ik had, ik had Valko zeker wel voor Sturenlid verwacht. En Jan Bos, jij was ook stom verbaasd dat het gegaan is zoals het gegaan is? Ja, nu wel, vooral het laatste stukje. Hij klapt in elkaar en Sturenlid bleef er goed doorschaatsen en Valko niet. Dus dat maakte geen winst. Laten we eens even gaan kijken naar de race om te beginnen van Sturenlid. Een paar rondjes. Jij hebt het keurig ouderwetse, zou ik maar zeggen, de schema's bijgehouden met de hand. Ik vind het ook krachtiger dit. Wat zeg je? Ik vind het krachtiger dit is. Een hoog bewegingsritme. Ja, maar je ziet. Een hoog bewegingsritme, zegt Hilbert. En hij bleef heel lang heel vlak rijden, rondjes van in de 31. En dat werd pas heel laat. Werden dat pas 32ers, hè? Ja. En dat is dan nog maar Sturenlid. Een outsider, Thomas. Ja, nou ja, helemaal outsider was het natuurlijk niet. Kijk, we wisten allemaal, werd al meerdere keren gezegd dat hij bij de eerste 6 zou zitten. Dus er is wel degelijk rekening mee gehouden. Maar zoals je hem nu ziet rijden, is het gewoon echt krachtig. Dat, ja, echt nog gewoon gaande voor dat laatste stukje. Je komt eruit. En dan kunnen we zo meteen duidelijk aangeven dat er een schril contrast is tussen hoe Zandstra rijdt en hoe Sturenlid dat doet. Zijn eindtijd dus 6:42, 68 honderdste. Dat is ook een nieuw persoonlijk record voor hem. Dan gaan we eens kijken naar Valko Zandstra. Hoe vinden jullie, heeft hij zijn race opgebouwd? Nou, op zich denk ik dat hij hem goed opgebouwd heeft. Alleen, ja, god, een beetje kenner kan inderdaad zien dat die rondetijden toch te snel naar de tegen de 32 en in plaats daar bovenuit komen. En ja, dan, als je dat dan vergelijkt met Sturenlid, dan kan dat niet dan om een medaille te halen, denk ik. Maar god, je kunt ook zeggen, wat zijn nou een paar seconden op een mensenleven? Ja, nou, een gouden medaille bijvoorbeeld. Ja. Daar zitten we hier toch voor met z'n allen. Ja, precies. Ja. Thomas, Valko die het altijd zo makkelijk afgaat, lijkt het? Ja, lijkt het. Maar hij zit ook echt wel kapot hoor aan het eind. Maar ja, net over die opbouw. Ik denk dat het race opbouwen een beetje vaag. Ik vind zeker met alleen spelen in een hal. Ja, dan weet je gewoon dat de tijden rond de 6:40 gaan liggen. En dan moet je wel 31-0 beginnen. En ja, als je dat niet volhoudt aan het eind. Ja, dat is dan jammer. Hier rijdt hij al rondjes van 32 rond. Zit hij al dus al in de 32ers. Jan, dat was voor jou al een teken aan de wand. Ja, als ik dat vergelijk met Sturenlid, dan valt Sandstra die valt een beetje terug. Kijk, en ik denk gewoon als hij in zijn goede doen is, echt alles goed voor elkaar heeft, dat hij dan normaal dat goed blijft schaarsen, dan haalt hij dat ook. Maar volgens mij is hij dat niet helemaal. Zie jij het hier al aan zijn slag dat je denkt van, hij heeft nee, het niet? Zo kan ik het niet zien. Maar ik vind hem niet explosief genoeg. Niet vooral het laatste dat hij zegt van, het komt er niet meer uit. Hij probeert het niet. Laat ik het anders zeggen. Ja, hij zal het wel proberen, maar dit is te weinig. Ja, misschien is het ook mentaal, hè. Dat... Kijk, hij weet natuurlijk dat hij langzamer is nu. En dan is het toch heel moeilijk, hoor. Dan moet je heel sterk in je schoenen staan, wil je dan... Blijven natuurlijk mensen, hè, waar je mee te maken hebt. Ja, maar... dat is ook zo. Maar één Olympische kans in de 4 jaar. Op de 5 kilometer, dan ga je er toch voor dat je... Dit was in de 2 jaar, hè? Albert Viel was er nog maar 2 jaar. Ja, maar goed. Vanaf nu is het weer 4 jaar, heel. Nu wordt het weer 4 jaar. Maar Valko heeft nog wel even de tijd, zo is het niet. En we moeten ook maar eens gaan zien natuurlijk wat het zo meteen gaat worden in de volgende 3 ritten, waar de andere grote kanonnen aan de start komen.
Het is natuurlijk ook zo van, ja, de weg naar de top, die is er op een gegeven moment. Maar dat blijkt ook des te duidelijker dat om die top te handhaven, dat niet altijd gemakkelijk is. En dat gaat gewoon met ups en downs, denk ik. En Sturlied is een jongen die is gaande naar de top. En die, net wat Thomas zo net zegt, die weet misschien nog niet eens wat zijn eigen krachten zijn. En die zal ook op een gegeven moment op een eindniveau komen. Dat is ook een beetje het probleem wat Bart Veldkamp op het moment aangeeft. Hè? Dat hij zegt van, ja, de top halen is één, maar ja, dan is het een cliché. Maar het is wel waar, blijven aan de top is razend moeilijk. Dat is moeilijk. Vooral als zo'n Bart, als hij er niet in de kernploeg zit. Of er zit in de kernploeg, maar voor zichzelf traint. Dan neem je afstand van de rest. Je kunt die vergelijken met elkaar. Ja. Dan is het helemaal moeilijk voor Bart ook. Goed, hier het laatste rondje van Falco, waarin hij als laatste ronde 33-3 neerzet. Ja, je ziet hem ook werken, hè? Zeker op dat rechte eind. En het is niet iets wat we van Zandstra gewend zijn. Hij heeft souplesse, die schaatst makkelijk. Ja. Nou, het zijn natuurlijk nog geen slechte tijden, denk ik. Ja. Maar, hè, want, waar praten wij over? Ik doe het hem niet na, maar het is zo makkelijk oordelen over mensen. Hè? Maar op zich, de tijden zijn goed, alleen ja, goed, het is misschien geen medaille. Of waarschijnlijk geen medaille. Je komt ook een Friesland, of niet? Ja. En ben behoorlijk nuchter en relativerend inderdaad. Goed, de komende drie ritten, even de volgorde. Zometeen dus krijgen we Kos tegen Roberto Siegel. Thomas, als jij nu in de schoenen van Kos zou staan, zit je dit mee te kijken trouwens? Wat? Nou, als je nu Kos bent, kijk je dan een beetje naar wat Zandstra uitspookt? Of zou hij zijn eigen race aan het voorbereiden zijn in alle stilte? Ja, want ik keek altijd naar iedereen wat de rondetijden en zo waren. En ik probeerde tussentijden te onthouden, zodat ik wist, nou, rond die tijd zit ik ongeveer, moet ik rond die tijd zitten, zodat ik nog een kans heb of niet. Ja. Dus ja, ik weet niet wat Kos daar mee doet. Het lijkt me wel logisch, vooral een tijd rond de 3 kilometer... Dat is natuurlijk een aardige richttijd. En dan ja, weet je dat als je de laatste rondjes goed vlakbij vrijen, dat het goed gaat. Dit moet toch een aardige opsteker zijn, denk ik, voor Kos. Zandstra niet bepaald in de tijd neerzetten. Ja, misschien wel. Dat je, als je ziet dat Sturlied goed rijdt, dan zou je haast denken dat de Nooren zich toch wel goed voorbereid hebben. Ja. Jan? Ik denk dat Kos richttijd 6:40... aanhouden en op een gegeven moment halverwege de rit, als het goed gaat, komt hij eronder door. Nou jongens, over 3 ritten, en ook u in de huiskamer, over 3 ritten zijn we een stuk wijzer. Dan wacht alleen nog die Paul Radke die roet in het eten kan gooien van wat dan ook. We gaan terug naar Sierte Vos en Heinze Bakker.